We erkennen het recht en inderdaad mag ieder op een vreedzame wijze protesteren. Dat is ons grondrecht. Maar in het algemeen belang kan de staat dat recht beperken. En dus, je noemde daarbij bijvoorbeeld vanwege de openbare gezondheid. Juist. We zijn nog niet klaar, want de vraag is nu, is er een wettelijke beperking hiervoor? En dat is inderdaad zo. En de politie, die dus, of althans de functionaris die uitspraak heeft gedaan, gaat voorbij aan het bepaalde in artikel 49 van de politiestrafwet. En wat zegt die wettelijke bepaling? Daarin is concreet opgenomen dat indien de personen die willen protesteren geen vergunning hebben, ze dat protest niet mogen houden. Het houdt dus in een verbod op het protesteren zonder een vergunning. En dan is het de vraag, hoe staan die twee rechten dan tegenover elkaar? Want aan de ene kant mag je gewoon protesteren, dat is wat de grondwet zegt, tenzij het in strijd is met de openbare orde, gezondheid en openbare veiligheid. En aan de andere kant is er een andere concretere wettelijke bepaling die zegt, wacht eens even, maar voor elk protest heb je wel een vergunning nodig. En dan is het de vraag, hoe moet dit beantwoord worden? Nou, om antwoord te geven aan die vraag, welk recht moet protesteren, als ik geen vergunning krijg bijvoorbeeld van de staat, mag ik gewoon toch dat protest houden? En dan wil ik in herinnering brengen, die situatie toen, het was toen in april 2017, ik weet nog, toen het moet Brian Boerleider zijn geweest en Curtis Hopwijs, die waren plotseling in een politiebak gegooid. En er was het toen het omgekeerde het geval, waarbij de politie zeer hardhandig had opgetreden en zou er nog een protest worden gehouden en was het de vraag of die vergunning zou worden gegeven. Goed, dus nogmaals, hoe moeten we kijken naar dit vraagstuk? En dan zijn er verschillende arresten, internationaal, die waar wij aansluiting op kunnen zoeken, die ons hiermee helpen. En wat zegt het Hof hierover? Dat het de staat is toegestaan, de staat moet haar burgers de ruimte geven om te protesteren. En dit mag alleen beperkt worden als de staat, en dan noemen ze het in de jurisprudentie, beyond a reasonable doubt, dat betekent de staat moet, er moet geen twijfel aan bestaan dat als ik die vergunning niet geef, dat zaken richtig gaan verlopen. De staat moet weten van luister, dit protest, ik moet alles in orde kunnen maken, in place kunnen hebben, zodat het niet leidt tot een chaos, tot een openbare chaos. Dat moeten we niet hebben. En de staat moet daartoe de ruimte krijgen. Als er grote protesten zijn, bijvoorbeeld moet de staat misschien de defensieinstelling brengen, de politieinstelling brengen, dat alles op een richtige wijze verloopt. Dus de staat kan niet zomaar zeggen van ja, we beperken dat recht aan de ene kant. De staat zal er te alle tijden moeten toetsen. Is de openbare orde, de algemene veiligheid, is dat wel gegarandeerd? En daarom is die vergunning van belang. Goed. De wet zegt, dat is de politiestrafwet die bepaalt, dat degenen die willen protesteren een vergunning nodig hebben. En als de staat die vergunning niet mocht geven, en degene die het heeft aangevraagd is het er niet mee eens, dan is het niet de bevoegdheid van diegene om te zeggen van oké, dan laat ik het aan me laten, hou ik gewoon mijn protest niet. Dan is de weg die moet worden bewandeld, dat men zich tot de rechter moet wenden. En dan is de rechter degene die een oordeel gaat vellen over de vraag of de weigering van de staat om die vergunning te verlenen wel of niet rechtvaardig is geweest. Dus onder geen enkel beding heeft de politie de bevoegdheid om te zeggen van nee, ik hou mijn protest zonder een vergunning. Niemand heeft dat recht. Als men het niet eens is met een beslissing van die overheid, om boverende redenen, dan is de gang dan naar de rechter. Want als wij dat niet doen en zelf gaan beslissen welke wetten we niet en wel of niet willen naleven, dan kan je een situatie krijgen van een Wild West.